Welkom op het stationskwartier. We gaan een hele gave hoekwoning bekijken achter jou. Maar ik begin even over de omgeving, want ja, je ziet het station. Links daarvan heb je verschillende voorzieningen, zoals de Albert Heijn en andere winkels. En speeltuinen te over. Maar wij gaan deze mooie woning van binnen bekijken. Ga je mee? Welkom in de Juffrouw Hendrikslaan nummer 26. We gaan de hele woning bekijken, maar we gaan even boven beginnen. Zo, we zijn even helemaal op de tweede verdieping begonnen. Een open ruimte, je hoort het haast aan mijn stem. Het is groot, waardoor je direct ook natuurlijk potentie hebt. Je kunt hier gemakkelijk één slaapkamer van maken, maar de ruimte is groot genoeg voor misschien zelfs twee slaapkamers. Het huis is gebouwd in 2019, dus lekker jong te noemen. Maar ook duurzaam. Optimale isolatiewaarde, maar ook zonnepanelen. Er liggen 6 zonnepanelen op het voordakvlak. En op de eerste verdieping hebben we dus 3 slaapkamers die heerlijk licht te noemen zijn. En dat licht dat komt natuurlijk door het vele glas, omdat het een hoekwoning is. Nou, heb je hier dus ook nog een raam. En aan de achterkant hebben we ook nog 2 slaapkamers, waarvan deze grote slaapkamer ook. En zie hier de fraaie badkamer. Hij is voorzien van een grote douchehoek, toilet, wastafelmeubel en vloerverwarming. En dan nu de begane grond. Een fantastische ruimte. Hij is uitgebouwd aan de achterkant. En de badkamer is niet de enige ruimte met vloerverwarming, want ook hier op de begane grond is vloerverwarming. En die vloer is afgewerkt nog weer eens met een mooie, fraaie PVC-vloer. En dat werkt heel goed samen met de vloerverwarming. Prachtig. Dan gaan we eerst even naar voren. Want hier vinden we de keuken. En dat is ook weer een licht model. Mooi strak. Inductiekookplaat, oven, koelkast, vriezer, vaatwasser. Mooi compleet. Ja, en wat we boven in een van de slaapkamers hadden, hebben we hier dus ook een raam aan de zijkant. Dat maakt deze woning heerlijk licht. En je kijkt leuk zo tussen de huizen door richting het station. Over glas gesproken, moet je die achterkant zien. Dit is bijna alleen maar glas. Geweldig. Grote openslaande deuren, daar gaan we gebruik van maken, want we gaan naar buiten. Want de woning heeft ook een heerlijke tuin. Ja, de tuin is fraai aangelegd. Je ziet mooie terrastegels, maar ook borders, waardoor je mooi wat groen kan toevoegen. Ja, het is herfst, dus zo groen is het vandaag de dag niet meer. Ja, en dan hebben we hier natuurlijk nog een prachtige overkapping die aan de schuur gebouwd is. En achter de schuur hebben we natuurlijk een achterom. Wat een fantastische woning. Als ik die kant op kijk, zie ik een goed onderhouden woning, want hij is inmiddels ook alweer geschilderd. Van een jong bouwjaar, dus ook heel duurzaam te noemen. Ik vind hem fantastisch mooi. Ben jij nieuwsgierig geworden? We laten deze woning heel graag zien tijdens een bezichtiging. Wil jij nou ook je huis verkopen? Ik help je graag en dan maak ik ook zo'n leuke video voor jouw huis.